kom maar, kan je. Ja, maar die mag ook wel eens aandacht, Rijka. Ja, mag ook wel eens aandacht. Niet bijten. Bij die mevrouw uit te gaan. En Julia die gaat daar op de fiets. Waarom ze die kant op moet, weet ik niet. Want daar woont ze niet. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer heel erg laat geworden voor mij. Ja, camera staat niet goed. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik wil gewoon niet. Laat het bed. Want hoe laat is het nu? Het is 15:54. En we leven op vrijdag 6 maart alweer. Ja, ik was ook net op tijd beneden. Want Julia die stond alweer voor de poort. Ja, die kwam net. Ik was bezig met mijn oorbellen erin te doen. En ik denk, nou, dan doe ik een bakje koffie en dan ga ik Rijk uitlaten. Maar ja, ze is nou boven bezig. Ze moet op, geloof ik, 4:30. Nou, dan moet ze het maar even inhouden. Doe ik het dan wel. Ja, want ik mag nou niet weg. Nee. Maar ja, doet er niet toe. Ik wens jullie wel weer een welkom bij een nieuwe vlog natuurlijk, uiteraard. Ze hebben ook hun eten allemaal op. Ik heb een koffie lekker nog. Ja, dan ga ik nog. Van genieten. Maar nee, het ging vanochtend lang niet goed met mij. Het was een misvak en draaierig en ja, beroerd ervan. Dus ja, dan kom je ook weer later bed. Dat ik op geknapt was, ja, dan heb ik eerst nog weer een speeluurtje met Rijka. Doe ik altijd even ook op bed. Doe je met die handdoek trekken en ik heb een of andere rubberen bal die door elkaar heen gedraaid is. En daarmee gespeeld, nou dat vond ik wel helemaal mooi, maar de dame die ziet ze ook af en toe vliegen. Dus ik denk, wat zie je toch, want ik zie niks. En ja, zag ik wat vliegen. Een vliegje dus. Een insect voor haar. Maar in ieder geval, dat wil ze gaan pakken. Maar ik wil niet hebben dat ze tegen mijn spullen opbrengt, wat tegen mijn muren ophangt. Want dan heb ik straks niks meer en dan is het kapot en dat moet ik niet. Dus dat gaan we er nog ook af moeten leren. Ja, dat geloof ik moeten. Hé Rijka? Rijka? Hoi meisje. Hoi mijn kind. Rijkt een mooie meisje. Oh, goed zie je nou. Ja, iedereen vindt haar inderdaad heel erg mooi op. Ja, een hele mooie mooi hondje en een mooi kopje ook. Ja, tuurlijk, als je een mooie hond hebt, dan heeft het ook een mooi kopje, denk ik dan. Maar ja, je hebt sommige mensen die zeggen een mooi hondje, het heeft ook een mooi kopje, ja. Als jij zegt dat een mooi hondje heb je, dan hoort het kopje er toch ook bij, wat het op de romp vast heeft. Ja. Ja, ik dacht dat ik al wat hoorde. Ik moet even mijn oren scherpen. Kom maar. Nou dan. Kom maar. Van Daffy. Kom dan. Rijka. Kom dan. Kom maar. Kom maar, man. Oh, kom maar. Kom maar, kan je. Ja, maar die mag ook wel eens aandacht, Rijka. Ja, mag ook wel eens aandacht. Niet bijten. We gaan niet bijten. Ja. Mannetje. Nou, doe maar. Niet bijten. Rijka die kan gemeen zijn. Die springt bovenop, kant af. En dan grijpt ze hem in zijn nek. Maar gaat een beetje ook echt waarheid ook om. Nou, maar dat mag niet. Lief zijn. Alleen nog kusjes geven mag. Maar niet bijten.
Ja, het is een boef. Hé? Het is een boefie. Ja, je bent een boefie. Hé, je bent een boefie. Rijk is een boefie. Ja. Gewoon een stofzuiger op de trap. Terwijl ze de stofzuiger niet mee hoeft te nemen, want er is hier ook één. Ja, ik heb er twee. Eentje die had ik al, die had ik zelf ooit gekocht. En één heb ik geërfd van mijn moeder. Ja. Dus makkelijk als je twee stofzuigers hebt, als je ook een bovenverdieping hebt. Ja. Dan is het ook zo makkelijk. Ook heb ik iemand gekend, nou, die had een giga groot huis. En die had ook een heleboel verdiepingen, gewoon vier op elkaar. Die had op iedere verdieping ook een stofzuiger. Dan hoefden ze niet te sjouwen met die dingen. Nee, dat was veel te zwaar. Maar ze moest al alle trappen steeds belopen hoor. Ja, echt wel. Maar dat doet er allemaal niet toe. Dat is geweest. Die mensen bleven ook niet meer. Waren mensen op leeftijd. Tenminste op leeftijd, dat heet. Ze waren ouder dan ik toen destijds was. Maar in ieder geval. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier nogal raar. De zon die wil wel en de zon die wil niet. Ja, echt zo'n druilerige, bewolkte dag. Maar oké, maakt niet uit. Maak er wat van. Doe het met een lach. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, Julia die is net de deur weer uit. Ik ben ook bezig mij klaar te maken om met die meneer, nee, Marissa, met die mevrouw uit te gaan. En Julia die gaat daar op de fiets. Waarom ze die kant op moet, weet ik niet. Want daar woont ze niet. Maar ja, doet er niet toe. Ik weet waar ze wel woont. Ja, het is koud nog steeds. Dus ja, ik ben toch wel goed aangekleed. Ik zal de tuig om doen. Ik zal Rijka intuigen. Hè? Tuigje aan doen. En mijn handschoenen aan. En dan gaan we lopen. Mijn telefoon ligt ook al klaar. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei doei.